Afgelopen zondag maakte Kai Sierhuis als speler van FC Groningen voor het eerst de derby van het Noorden mee. Komende zaterdag staat Sierhuis opnieuw een mooie wedstrijd te wachten. Dan komt Ajax op bezoek, de club waar hij door FC Groningen van wordt gehuurd. Kai, je hebt de afgelopen dagen ontzettend veel interviews gegeven. Wat waren nou de meest gestelde vragen? Eentje kwam wel heel vaak voor. Stel, je komt in de 93ste minuut 1-1 en Ajax staat 1-0 voor of het staat 1-1. Schiet je hem dan binnen? Dat is eigenlijk de meest gestelde vraag. En wat was je antwoord? Ja, dan, daar ben ik speler van Groningen voor. Nee. Momenteel. Dus zo simpel is het. Hè. Ik ben momenteel bij Groningen en ik ben prof genoeg om gewoon die bal binnen te schieten. Afgelopen zondag lukte het Sierhuis niet om tegen Heerenveen te scoren, al kreeg hij er wel de kansen voor. Zo staat hij na 13 wedstrijden voor FC Groningen op 2 goals. Want hier is Sierhuis ineens vrijgespeeld. Sierhuis stuit op Haan. Beste kans voor het elftal van Buijs. Ik ben erg blij dat ik veel minuten maak. Daar ben ik uiteindelijk ook voor gekomen om mezelf in de Eredivisie te zien spelen. En daar ben ik blij mee. Ik denk dat het eigenlijk dat mijn vorm een beetje mee is gegaan met de vorm van de ploeg. In het begin van de winter ging het heel goed voor mij en scoorde ik ook snel 2 goals en was ik belangrijk. Sierhuis, ja! 1-0, Kai Sierhuis! De laatste weken vind ik dat we als ploeg wat minder zijn gaan voetballen en dat ik daar dat voor mij ook geldt. Dat ik niet het niveau haalde wat ik de eerste paar wedstrijden naar de winst op wel heb gehaald. Ik denk ook dat het er ook door komt omdat ik soms best wel op een eiland sta wat voor mij lastig is. Wat ook wennen is, omdat ik dat nog niet gewend ben. Want bij Ajax hadden we eigenlijk altijd de bal en was er altijd voeding. Dat is de afgelopen tijd ietsjes minder. En dat is iets waar ik mee moet leren omgaan. Daar zijn we wel hard mee aan de slag. Ik denk dat ik wel goed train en hard blijf werken. En dat is uiteindelijk wel de eerste voorwaarde. Daar kan ik altijd denk ik wel tevreden over zijn. Alleen nu nog hopelijk iets meer kwaliteit ook aan de bal en zo. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal, denk ik. In elke wedstrijd krijgt Sierhuis wel 1 of meer kansen. Al is niet elke kans hetzelfde. Aangooit zich ervoor en de bal is niet over de lijn. Ja, het is wel denk ik een verschil tussen echt 100% kansen voor spitsen en halve kansjes. En uiteindelijk wil je ook wel eens dat je een paar halve kansjes gaat maken. Maar als je kijkt naar de wedstrijd tegen de Graafschap bijvoorbeeld, zijn eigenlijk de kansen die ik heb gehad zijn schoten uit de tweede lijn. Tegen Excelsior kreeg ik in de beginfase 1 kansje. Dat was een beetje een half kansje die net te ver voor me werd gelegd waar ik met de sliding heen moest. Die gaat dan net over. En dan tegen Heerenveen pakt Warner Haan nog 2 fantastische ballen van mij. Ja, dat is dan net het geluk dat je een beetje op zoek naar bent. Dat nu net niet de goede kant op valt. Maar goed, dan is het zaak om inderdaad hard te blijven werken, normale dingen te blijven doen en dan moet het vanzelf goed gaan komen. Zaterdagavond speelt FC Groningen thuis tegen de koploper in de Eredivisie, Ajax. Vorig seizoen verloor FC Groningen weliswaar met 1-2 van de Amsterdammers, maar speelde het wel een prima wedstrijd en wist het zo Ajax erg moeilijk te maken. Nou, het was de eerste keer dat ik bij de wedstrijdselectie zat van Ajax, dus ik was daarbij en het was inderdaad een wedstrijd waarin Groningen A, heel goed voetbalde en B, met een verschrikkelijk hoge intensiteit speelde. Dus Ajax echt geen lucht gaf. Daardoor werd het voetballen bijna onmogelijk gemaakt voor Ajax. Daar hadden we toen heel veel moeite mee, als ik het zo mag zeggen. Na de 1-0 stopte Onana een strafschop van Mahi, waarna Ajax in de tweede helft op gelijke hoogte kwam. En uiteindelijk wilde de trainer mij ook inbrengen als extra spits. Om samen met Huntelaar voor een doelpunt te gaan zorgen. Eigenlijk op dat moment krijgt Veldman een rode kaart. Moet ik nog even wachten met invallen, omdat de trainer even wilde kijken hoe het ging lopen. Plus Groningen wacht om Jesper Drost in volgens mij. Dus ze wilden heel even kijken hoe het ging staan. Huntelaar maakte kort daarna het beslissende doelpunt. Kluivert, terugleggen naar Huntelaar. Huntelaar maakt de 2-1. Sierhuis werd na de 1-2 niet meer ingebracht bij Ajax. Zaterdagavond zal Sierhuis wel in actie komen, deze keer in het shirt van FC Groningen. Met de FC hoopt hij het Ajax zo lastig mogelijk te maken. Als je ziet hoe wij bijvoorbeeld tegen Feyenoord thuis hebben gespeeld, ook wanneer er een topper op bezoek kwam, hebben we denk ik ontzettend goede wedstrijd afgeleverd. Misschien wel de beste wedstrijd van het tweede seizoen zelf. Met inderdaad enorm hoge intensiteit en waarin we gewoon Feyenoord vol bij de keel grepen en eigenlijk de hele wedstrijd niet los hebben gelaten.
ja, dat wil je eigenlijk in elke wedstrijd brengen. Maar dat wil je zeker ook in de topwedstrijden tegen Ajax. Wil je dat ook gaan proberen te brengen. Want dat is een van de manieren hoe je het hun moeilijk kan gaan maken, denk ik. Ajax bereikte afgelopen dinsdag de halve finale van de Champions League door Juventus uit te schakelen. Uiteraard staat Sierhuis dinsdagavond voor de buis. Ja, gewoon thuis. Ik was toevallig met Tommy van der Looij bij mij thuis aan het kijken. En ja, wel met veel bewondering moet ik zeggen. De manier waarop ze die wedstrijd hebben gespeeld en het resultaat natuurlijk wat het meest belangrijk is. Ja, dat was heel knap. Kijk, weet je wat het is? Het is moeilijk om Ajax te vergelijken hoe ze gaan spelen bijvoorbeeld zaterdag ten opzichte van die wedstrijd dinsdag. Het zijn twee compleet andere wedstrijden. En het is denk ik logischer om beelden uit andere wedstrijden te kijken. Dus een Willem II uit, AZ uit. Dat zijn vergelijkbare wedstrijden, denk ik. En ja, kijk, weet je, ik hoef eigenlijk niet echt te kijken naar die beelden, want ik ken ze allemaal wel goed genoeg ervoor. Ja, want hoe zou jij bijvoorbeeld Matthijs de Ligt omschrijven als verdediger? Een allrounder. Matthijs is een wereldtalent die aan verdedigend ijzersterk is. In de lucht altijd zijn mannetje staat, maar daarnaast voetballend ook hartstikke goed uit de voeten kan. Naast de Ligt zal Sierhuis zaterdagavond nog veel meer bekenden tegenkomen bij Ajax. Het zal voor hem de eerste keer zijn dat hij tegen Ajax speelt. Ja, het is natuurlijk speciaal om tegen de jongens te spelen die je allemaal goed kent. Maar ik heb er wel gewoon veel zin in. En ja, ik ben benieuwd of wij met Groningen hun een goede tegenstand kunnen bieden. En ik hoop van wel, ik denk ook van wel. En ja, dan moeten zij maar 110% hun best doen om de punten weg te halen hier al. Hebben de spelers van Ajax Sierhuis deze week nog gevraagd om vooral niet te scoren zaterdag? Nou, die zijn daar niet zo bang voor. Meer supporters van doe eventjes rustig aan zaterdag. En, of zelfs van schiet hem alsjeblieft die eigen goal. het gaat ver en met de jongens van Ajax heb ik gewoon normaal contact daarover. Die gaan zich daar niet achter verschuilen.